Een pikante wedstrijd voor Barendrecht aanvoerder Joey Jongman. Volgend jaar spelend voor Katwijk. Dat werd in de winterstop bekend. Veel Katwijk supporters mee naar de Bongert. En die zien in de vijfde minuut balbezit voor Robert Suzanne. Jongman in de achtervolging, maar Suzanne mag uithalen en die laat Van Splinter kansloos. En dan staat Katwijk binnen zes minuten op 0-1. Robert Suzanne is de doelpuntenmaker. Het is zijn zesde doelpunt van het seizoen en hij krijgt een aardig vrije doortocht van de mannen van Barendrecht. Die zo goed bezig zijn vorige week nog. Niet zonder fortuin wonnen van IJsselmeervogels. En hier Van Delen. Jorik Van Delen vindt Jongman. Jongman doet dit goed en Jongman doet dit uitstekend. Hij passeert Ricardo Kieboom. En na iets meer dan een kwartier is het 1-1 op de Bongert. Joey Jongman, de toekomstige Katwijker. Tegen zijn toekomstige ploeg dus. Caldi levert zomaar in bij Essenboom. Sanchez, Mengerink, laat hem vooral niet schieten. Dat hebben ze begrepen bij Barendrecht. Maar ze zijn er nog niet uit. Via Suzanne komt de bal bij Sanchez. Die draait zich knap vrij en die schiet binnen. En dan is het een minuut of 10 voor rust. 2-1 voor Katwijk. Vorig seizoen eindigde de wedstrijd op de Bongert in 2-2. Dat kan nu ook nog. De ruststand 2-1 voor Katwijk. De kopbal van Essenboom en de redding van Van Splinter. Maar Barendrecht komt er niet echt veel meer uit in die tweede helft. Misschien nu, Jongman. En Sayas komt er niet aan. En dan via een lange trap ineens Mengerink erdoor. Mengerink oog in oog met Van Splinter. En dan is het 9 van de 10 gevallen gewoon raak. Het is zijn 16e doelpunt van het seizoen. Van de topschutter in de tweede divisie. Wat zou Katwijk zonder hem moeten? Zestien van de 37 doelpunten kwamen van Mengerink. Sanchez in de slotfase en het slotakkoord is van Kilian Berkhout. Niet al te best verdedigd van Barendrecht. Maar daar hebben ze bij Katwijk natuurlijk geen boodschap aan. Aarts, de Schlemiel. Die laat hier een bal open omdat hij denkt dat het veilig is. Maar dat is het niet. Sanchez met de voorzet. En Berkhout maakt het goed af. Katwijk wint met 4-1 van Barendrecht. De felicitaties van Adi Poldervaart zijn volkomen terecht. En Katwijk laat zien dat het nog altijd de terechte koploper is in de tweede divisie. Volgende week volgt de thuiswedstrijd tegen het geplaagde Achilles. 2-1.